In de toespraak die je zo gaat kijken, wil ik het hebben over genezing. En wat de kerk daar ook heeft laten liggen in het verleden en hoe dat nou zo gekomen is. Daarnaast gaan we jou oproepen om echt te bidden voor de zieken. En het loopt ook nog uit op ministry. Kijk gewoon. Nou, ik wil vanavond eigenlijk wat onkruid wieden. Want we praten hier over profetie, over bevrijding, over genezing. En ik mag vanavond iets zeggen over genezing. En nou is het natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen van jongens, hoe moet je bidden voor de zieke mensen? Daar gaan we zeker nog later op in. Maar ik merk dat in Nederland en West-Europa als geheel heel veel koudwatervrees bestaat voor het genezen van de zieken. En dat heeft ook historische wortels. Dus ik ga, want eigenlijk is het in Gods hart om te willen genezen. Dus ik ga op de akker van jullie hart goed zaad zaaien. En we gaan ook hier en daar wat distels en dorens eruit trekken. Dat is ook nodig. En dat doe ik een beetje vanuit mijn theologische achtergrond. En daarna gaan we natuurlijk wel gewoon ook getuigen wat Jezus doet. En gaan we ook zien dat Jezus geneest. En dat ook u aan de beurt komt, al zit u gewoon op de bank niets vermoedend te kijken. Want wij gaan vragen aan de Heer of hij ons openbaring wil geven. En samen met Esther en met Ellen gaan we dat dan doen. Dus blijf gewoon zitten, ook straks voor de ministry. Dus als je denkt, ach, daar hebben we weer zo'n voorganger die de theologie zo mooi vindt. Dan komt er daarna toch ook wel weer die praktijk. Nou, vandaag dus onkruid wieden, want we hebben een gezond geestelijk klimaat nodig in Nederland. Een klimaat waarin we niet alleen geloven in de medische wetenschap als een gave van de Heilige Geest, van God, maar waarin we ook de middelen van genade, zo zal ik het maar noemen, gebruiken die ons worden gegeven. Denk eens aan de ziekenzalving van Jacobus 5. Ik heb altijd olie in mijn zak. Olie uit Jeruzalem. Denk daar eens aan. Of bijvoorbeeld het avondmaal. Wat wij vooral gebruiken vanuit het idee dat we daarmee zeg maar bevestigen dat Jezus voor onze zonden is gestorven en dat we zijn vergeven. Wat absoluut verzoening het centrum is. Maar tegelijkertijd, het avondmaal is ook heel krachtig om mensen te genezen. Zijn gebroken lichaam, zijn vergoten bloed kan zelfs ons lichaam heel maken. En voorheen heb ik dat ook wel met anderen gepraktiseerd. Dan hielden we oasediensten. En in die oasediensten werd het avondmaal gehouden. En dan werden de mensen aan tafel genezen. Nou, kom er nu nog eens om. Als je in een avondmaalsdienst zit, dan hoor je dat eigenlijk nooit. Dat is ook een genademiddel. En natuurlijk ook het gebed voor de zieken. Nou, iemand vroeg me eens naar de wil van God voor zijn leven. Dat vind ik altijd de mooiste momenten. Want ja, dat weet ik soms ook gewoon niet. Dan kunnen we natuurlijk wel een profetisch woord spreken. En dan zeg ik vaak, gewoon voor de lol eigenlijk, Matthäus 10 vers 8. Oh, denken ze dan. Hij heeft een bijbeltekst die op mijn leven past. Ik zeg, zoek maar op, je weet vast wel wat er staat. Zo bijbelvast zijn de meesten ook niet, dus ze moeten dan zoeken. En dan lezen ze, verkondig het evangelie van het koninkrijk, genees de zieken, maak de lepra-leider rein en drijf de demonen eruit. En dan zie je ze echt heel beteuterd kijken. Ja, denken ze dan. Ik had misschien dan nog liever tienerclub gedaan. Ik had tieners, maar misschien als het dan toch moet. Of kindernevendienst of alfacursus. En ik zeg dan altijd, doe dat. En vervolgens, verkondig het evangelie van het koninkrijk. Genees de zieken, maak de lepra-leider rein. Wek de doden op en drijf de demonen eruit. Om niet heb je het gekregen, om niet mag je het doorgeven. Over het algemeen zie ik dan heel veel weerstand. En natuurlijk, je kunt je onmachtig voelen, je kunt niet weten hoe die dingen werken, dat mag en dan kun je dat leren. Maar de weerstand die ik ook vaak ervaar in de traditionele kerk, die heeft toch meer te maken met dat mensen soms ook een verkeerd beeld hebben door bepaalde charismatische praktijken. Dat kan, excessieve praktijken. Maar het kan ook zijn dat ze misschien wel wat theologische misverstanden bij zich dragen. En daar wil ik het heel graag met de kijker en ook met de mensen in de zaal over hebben. Allereerst moet ik dan de hindernissen noemen die in het denken zijn geslopen. En ik zal er één noemen. Er is nog steeds een diep geworteld denken in Nederland dat ziekte een soort instrument zou zijn om ons te vormen in ons karakter. Dus dat als je ziek bent, dat ergens ook een soort louteringsproces is. En waarom is dat dan in mijn ogen funest? Omdat veel christenen dan denken dat het beter is om je aan de ziekte over te geven dan hartstochtelijk voor genezing te gaan. Waar komt dit denken dan vandaan?
En ik zie het overal om me heen. Ik kan het zelfs voorlezen, dat doe ik vanwege privéredenen niet, uit de appjes die je krijgt van zieke mensen in mijn omgeving. En waar komt dit denken dan vandaan? Dat vindt zijn oorsprong al in de tweede, derde eeuw na Christus, toen de christenen werden vervolgd. En toch groeide de kerk door die vervolging heen. Dat hoor je wel vaker. En er was een uitspraak die kwam van een kerkvader. Je kent misschien sommige kerkvaders zoals Irenaeus of Augustinus. Nou, dit was Tertullianus. De beste man was wel een beetje bedenkelijk in zijn inzichten, maar goed. Hij had een uitspraak en die ken je wel. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Dat was zijn uitspraak. Dus de kerk groeit waar er geleden wordt. En er ontstond dus eigenlijk een soort cultus om dat lijden heen. Je kreeg zelfs bijzonder aanzien als je martelaar was. En soms zie je dat in de moslimwereld ook. Tegelijkertijd, toen keizer Constantijn het in zijn hoofd haalde om de hele wereld gewoon te kerstenen met iedereen het zwaard op de keel, dat ging dan als volgt, word christen of sterf. Toen hij dat dus deed, toen was de vervolging dus eigenlijk weg. En toen zochten die mensen naar een manier om toch ook, zeg maar, een soort martelaar te kunnen zijn. Want dan leefde je dicht bij God en dan genoot je respect. En dat betekende dat je toen een hele nieuwe orde zag ontstaan. En dat waren de woestijnvaders die zichzelf gingen martelen. Die zichzelf gingen snijden. Die door extreme omstandigheden probeerden eigenlijk ziek te worden. Want dat zou een heiligend effect hebben. Dat is echt één van de redenen. Maar er zijn er meer. Ik zal er nog één noemen. De Griekse filosofie, het dualisme tussen, zeg maar, de bovenwereld en de onderwereld. En de bovenwereld is dan het geestelijke en de verlichting. En de onderwereld is dan het stoffelijke, de materie, mijn lijf. Zoals wij nu ons lichaam waarderen, was dat toen zeker niet het geval. Zeg maar. Die filosofie is ook doorgedrongen in ons denken over genezing en over ziekte. Het is helemaal niet Joods, het is heel erg Grieks. Het ging om de geest, het ging om de ziel. Die moesten worden bevrijd uit dat ellendige kastje wat wij lichaam noemen. Snap je? En daarvoor, ja. Dit gaat niet helemaal goed hier. Hij kan niet instorten, hè? Nee. Deze twee maakten dus eigenlijk dat heiliging door ziekte als iets goeds werd beschouwd. Je kan het nog zien aan de katholieke praktijk, dat een heel andere opvatting is van ziekte. Want het laatste oliesel, dat bedienen ze op grond van Jacobus. Wat in onze ogen de ziekenzalving zou moeten zijn. Maar het laatste oliesel, waarvoor wordt dat toegediend? Dat wordt toegediend om de mens voor te bereiden op zijn laatste adem, op zijn sterven. Voor te bereiden op zijn ontmoeting met God. Terwijl Jacobus het nooit zo bedoeld heeft. Want die heeft gezegd, je moet de oudste van de gemeente roepen, de ouderlingen. En die zalven jou, zodat je de zieke weer wordt opgericht. En niet dat hij zijn laatste adem uitblaast. Nou heeft de reformatie daar natuurlijk wel mee afgerekend. Maar iets daarvan, van die argwaan ten aanzien van het lichaam en het stoffelijke is gebleven. En mijn eigen voorgeslacht, ja, die hoor ik eigenlijk ook nog zeggen. Hans, het gaat erom dat onze ziel, zeg maar, die verkocht is onder de zonde, wordt gered. Zodat we straks ook echt een ticket naar de hemel krijgen. Het daar en straks is belangrijker dan het hier en nu. En dat betekent dat het verlangen naar genezing en bevrijding op aarde eigenlijk ondergeschikt is geworden. Nou, er is zelfs een filosoof, die kennen jullie allemaal. Die naam heb je vast op school wel gehad. Dat was de beroemde Nietzsche. Die heeft zelfs gezegd, het christendom kan niet zonder ziekte. Zo sterk was dat aanwezig in onze cultuur. En het heeft ook wel een beetje te maken met je perspectief van de toekomst. Hè? Dat noemen wij in de theologie de eschatologie. De leer van de toekomst. Als jij een beetje bent opgegroeid met het beroemde liedje wat Martin Kornstra vanmiddag al noemde van Hanna Lam en Wim ter Burg. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Als je zo kijkt, zeg maar, ja, dan wacht je meer op het moment van dat ondeelbare ogenblik dat alles goed zal worden. En dan zit je toch eigenlijk niet verlegen om het krachtige ingrijpen van God. Omdat je beseft dat het koninkrijk van God ook hier en nu is. Nou, dat soort dingen. Ik hoop niet trouwens dat jij een nog nieter bent. Dat jij dat koninkrijk van God, zeg maar, ook alleen voor daar en straks hebt gereserveerd. Terwijl het ook hier en nu al een plek krijgt. Ik denk dat we gaandeweg met z'n allen wel gevoeliger worden voor dat hele mooie van het koninkrijk van God. Nou, ik zou het zo leuk vinden om nog veel meer daarover te vertellen.
Maar laat ik het nu gewoon wat praktischer maken. Ik vraag me wel eens af, heel serieus, aan mijn collega-voorgangers of kerkelijk werkers of mensen die dus binnen de christelijke gemeente een leidinggevende taak hebben. En eigenlijk dus ook wel aan u als gelovige, ook als u daar misschien geen ervaring mee heeft. Waarom kan u het zich veroorloven om niet krachtig te bidden voor de zieken? Wie anders dan wij christenen, de gezalfden, hebben de opdracht gekregen van Jezus zelf toen hij zei, genees de zieken. Dat is gebiedende wijs. Daar staat niet, als het je uitkomt op een bepaald moment en je de vrijmoedigheid ervaart, wil je dan een smeekgebed bidden, liefst in je bed waar je alleen bent en waar niemand het kan horen. Dat staat er niet. Genees de zieken, dat was echt een daad van gezag. Waarom zouden we ons dat kunnen veroorloven? Wie anders dan christenen leven uit het besef dat God heelmeester is en dat Jezus de allerbeste arts is die er is. Ondanks dat je natuurlijk ook gewoon de medische wetenschap mag aanvaarden als Gods gave, mits ze zich ook goed gedraagt. Want we weten allemaal dat tegenwoordig meer mensen medicijnen lijken te studeren dan geneeskunde. En elke arts die veel medicijnen moet voorschrijven, ondanks zeg maar dat ik niet precies weet hoe die dingen met farmacie en farmaceuten werken, zal dit begrijpen. Als je ziek bent, dan snap ik best dat je de dokter belt. Maar heel veel mensen bellen alleen de dokter. Heel veel mensen gaan niet gelijk op de knieën of leggen hun kind de handen op. En dat begrijp ik niet. Waarom zou je dat niet doen? Waarom zijn we zo terughoudend? Je aarzelt niet om een aspirintje te pakken als de koorts te hoog oploopt of je belt een arts. Maar waarom dan de verwarring over de vraag dat God niet op dat moment die koorts kan laten zakken? Jezus bestrafte de koorts bij de schoonmoeder van Petrus. Daar zit trouwens ook het element van bevrijding in. Wij zijn soms wat naïef. Niet elke ziekte is iets van neutrale gebrokenheid, waar we nou allemaal maar eenmaal deel van zijn. Er is natuurlijk ten diepste, als je over ziekte nadenkt, maar één bron, en dat is de bron van de duisternis. En dat betekent dat je soms ook ziekte moet bestraffen. Nou, ik denk dat dit al heel wat redenen zijn waarom we misschien afscheid moeten nemen. We hebben dat net al in de toespraak van Esther mogen doen van het verleden, wat niet goed functioneerd heeft. En het nieuwe wat gaat komen, dat we afscheid moeten nemen van deze theologie. En dat ik mijn collega's en anderen oproep om heel ijverig en heel gewetensvol bezig te gaan met de praktijk van het bidden voor zieken in de kracht van de Heilige Geest. En dat we daarin Jezus als geweldige voorbeeld hebben en ook de apostelen en ook zoveel anderen. En dus als ik zo'n boekje laat zien doen wat Jezus deed, dan weet ik zeker dat er van u zijn die nu kijken en denken, ja, maar wacht even Hans, wij zijn Jezus niet. Wij zijn Jezus niet, nee dat weet ik. Wat Jezus deed was volmaakt. En tegelijkertijd was hij het wel die zei van, maar als je echt op mij wil lijken, dan ga je ook de werken doen die ik deed. En zelfs grotere dan dat. Dus Jezus was het zelf die op heel veel plekken heeft laten zien hoe het werkte. En een van de meest concrete stageplekken die gewone jongeren kregen, want laten we heel eerlijk zijn, de discipelen waren 18 of 20 jaar, die waren geen 50 of 60. Die waren nog hartstikke jong, hè? Een van de dingen die ze moesten doen, nou, dat staat in Matteüs 10, waar ik net ook één vers van heb geciteerd. Er staat, daarop riep hij zijn 12 en later 70 leerlingen bij zich en gaf hen de macht. Dus hij bekleedde hen met gezag en kracht. De macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte, dus niet een paar, en elke kwaal te genezen. Dan worden de namen van die mannen genoemd. En dan wordt er gezegd, ga nu eerst naar het Joodse volk en later bij die 70 mogen ze ook naar de heidense volken. Want 70 staat centraal voor alle volken op de aarde. En dit zijn de 12, dus de 12 stammen van Israël. En dan moeten ze dus zeggen, het koninkrijk van de hemel is nabij, genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan lepra lijden rein en drijf demonen uit. Nou, ze moeten niet eens een portemonnee meenemen en ook geen reistas, geen kleren, want een arbeider is het waard dat in zijn inkomen wordt voorzien. En dat is een hele bekende spreekwoord in Nederland, hè? De arbeider is zijn loon waard. Dat zegt de loodgieter of de elektricien tegen mij als die komt afrekenen. En natuurlijk is dat wel zo, dus ik geef hem ook zijn geld wel. Maar hier staat dat als je de dingen gaat doen in Gods koninkrijk, dat hij dan voorziet. Dus dat is nog iets anders dan dat u gewoon werkzaamheden doet waarmee u een inkomen verdient. Maar op het moment dat je met God samen
in het koninkrijk aan het werk gaat, zul je zien dat hij voorziet. Hoe is dat dan? Dat is ook een mooi wonder. En vervolgens gaan ze dan de huizen binnen en dan brengen ze de vrede van God binnen. Hoe mooi is dat? De vrede. Wat is eigenlijk het internationale symbool van vrede? De duif. En wie is de duif? De Heilige Geest. Dus ze lopen gewoon met de Heilige Geest naar binnen. Ik heb hier alleen maar een boek, maar als je die op je schouder zou hebben, dit is de duif, dan ben je bij elke stap bewust van die duif op je schouder. En daar gaat het over. Als je wilt leren leven met de aanwezigheid van God, met de zalving van de Heilige Geest, ben je bij elke stap en elke keuze die je maakt, ben je bewust van de duif op je schouder. Dat is de zalving, de Heilige Geest. En die geest die op je rust, dat is eigenlijk zo'n duif, is eigenlijk ook een schrikachtig diertje. Dus die kun je ook bedroeven en uitdoven. Dus voor je het weet is die weg voor je gevoel. Hij is nooit echt weg, maar dat kan zomaar. Daarom is het zo belangrijk om tijd te maken om intiem met God te zijn. Intiem met de Heilige Geest, met de Heer Jezus. En van daaruit kun je deze dingen doen. Dus deze mensen die hadden de Heilige Geest op zich, die liepen de huizen binnen en die zeiden waarschijnlijk ook zoiets als vrede zijn jullie, of shalom. En dan zeiden ze gewoon, is hier misschien iemand ziek? En ja hoor, er was iemand ziek. En dan werd zo'n persoon genezen. En natuurlijk zullen ze ook het evangelie hebben verkondigd. En misschien hebben ze ook nog wel even geholpen om hout te hakken. Want ik bedoel, we zijn natuurlijk ook solidair gewoon met mensen die problemen hebben in het gewone leven. Maar dat was hun taak. Daar kan ik ook niks anders van maken. En dan komen ze terug bij Jezus en dan zijn ze dol enthousiast. Want deze jongens hadden dit nog nooit eerder gedaan. En voor Pinksteren, kregen ze die kracht. En Jezus hoorde hun verhaal aan en relativeerde dat ook weer. En zei van, oké, het is prachtig. Ik heb de duivel uit de hemel zien neervallen. Omdat ze door deze jonge zendelingen, zeg maar, werd hij overwonnen. Maar vooral bezig zijn met dat prachtige wat er dan nu gaat komen, zeg maar. Dat je naam staat opgetekend in het boek des levens. Dat is eigenlijk het centrale. Dat je een kind van het koninkrijk van God bent. Nou, ik ben ondertussen mijn preek kwijt. Dat gaat wel eens vaker zo. Dus nu moet ik echt op de Heer vertrouwen. Ga ik ook doen. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dit is dus eigenlijk het discipelschap wat we in Nederland nodig hebben. Natuurlijk hoeft dat niet met geweld allemaal te gaan. Want bij de Heilige Geest gaan de dingen ook teder en voorzichtig en op een mooie manier. Hij is eigenlijk ook gewoon in dat opzicht helemaal niet iemand die tegen je gaat schreeuwen. Je moet vaak ook in de stilte zijn om zijn zachte stem te verstaan. En als je dan ervaring hebt, kan je het ook in het rumoer van elke dag. Dat is natuurlijk wel mooi. Maar het discipelschap in Nederland ontbeert eigenlijk deze dingen. Mensen tot geloof brengen door de kracht van God. Zieken genezen, ook door diezelfde krachtige Heilige Geest. En mensen bevrijden van gebondenheid en obsessies van demonen. Moeten we het maar eens gewoon weer eens noemen. Ik ben nog opgegroeid met Anselm Grün en allemaal dat soort sprekers en schrijvers. En dat zijn inspirerende, intelligente mensen. Dus ik zei niet dat ik daar niets aan gehad heb, maar ze allegoriseren de Bijbel. Ze maakten eigenlijk van elke demon een psychologische aandoening. En dat is gewoon niet goed. We moeten de Bijbel in dat opzicht ook gewoon lezen zoals die is gegeven en ook letterlijk nemen. Ik vind dat zo jammer dat we dat blijkbaar heel moeilijk vinden. Dus die verhalen die je in het Nieuwe Testament leest, dat zijn ook de verhalen voor vandaag. En eerlijk gezegd, sinds dat ik het op die manier praktiseer, heb ik dus veel meer vermenigvuldiging en veel meer effect gezien. Het rendement, het resultaat is veel groter. En daarom wil ik dus nooit meer terug naar die periode daarvoor. Niet omdat daar geen zegen op zou rusten, maar omdat ik zie dat mensen nu eigenlijk gewoon tot geloof komen, omdat de Heer gesproken heeft. En als hij spreekt, dan is het er. En als hij gebiedt, dan staat het er, zeggen de psalmen. Dat is geweldig. Dus op het moment dat ik zeg, Heer, geef me een indruk voor die man of die vrouw, en hij geeft mij die, dan weet ik dat hij iets van plan is. En dan rijst mijn geloof natuurlijk, maar dat is ook voor die anderen zegen. Dat is ook voor die anderen zegen. Als ik genezing of bevrijding inbreng in een situatie waarin mensen nog niet geloven, worden ze daardoor overtuigd. Dan ervaren ze de kracht van God letterlijk aan den lijve.
En onze jonge mensen dan? We kunnen ze toch niet alleen maar paplepelen met leer of dogma of ideeën of onze referenties. Wat wij allemaal denken te vinden. Het is nodig om je verstand en je intellect in te schakelen. Hoewel ik altijd tegen intellectuelen zeg, Jezus was veel te slim om een intellectueel te zijn. En dan kijken ze even, maar dat is natuurlijk ook best een lastig grapje. En weet je, maar het punt is, zeg maar, dat we met apologetiek, met het verdedigen van ons geloof door allerlei slimmigheden, zeg maar, mensen niet meer kunnen overtuigen om hun hart open te zetten voor God. En dat kan Hij wel. En daarvoor leven wij zelf onder de regie van de Heilige Geest en horen wat Hij zegt. En vervolgens handelen we daar ook naar. Nou, ik heb vanmiddag al dat boekje van Esther laten zien, waarin al dat soort verhalen staan. En dat moet je echt eens lezen. Als we nadenken over zieken en genezing, dan is genezing vaak verbonden met bevrijding. Die twee kun je niet losmaken van elkaar. Ik zal een voorbeeld geven. Je kennen jullie het verhaal in het Nieuwe Testament van de gekromde vrouw? De gekromde vrouw, ja. En die, dan zegt Jezus, word verlost. Word verlost van deze ziekte. Oftewel, het is eigenlijk een bevel. En eerlijk gezegd heb ik dat zelf dus ook een keer meegemaakt. En dat was namelijk, als je dat in de grondtekst leest, artrose, artritis, waar die vrouw zo'n last van had. Ik heb eens een keer een vrouw gehad, die denk ik zo in de 70 was. En die zat om 12 uur middernacht, zat ze nog in een enorme zaal. Dat was volgens mij de basiliek. Daar kunnen er dan ook heel veel in. En die zat daar in haar eentje en die mevrouw zat daar eigenlijk een beetje versuft te zijn. En ik liep naar haar toe en zei van, lieve mevrouw, heb je nog geen gebed gehad? Nee, dat had ze nog niet gehad. Ik zeg, nou, ik ben er nog, maar de gebedsteams die zijn al buiten. Want ja, morgenochtend gaan we weer vroeg beginnen. Maar ik wil wel voor u bidden. Dus zij ging met mij mee en toen zag ik dus dat ze 90 graden, zeg maar, met een stok zo liep. En dat ze eigenlijk amper haar hoofd kon optillen. Zoveel last had ze van de artrose en van de vergroeiing. En ze had er zichtbaar pijn aan. En ik zag ook wel dat ze een klein beetje verwaarloosd was. Ze leefde nog op zichzelf, dus ik denk dat ze voor zichzelf moet zorgen. Maar dat zal niet meegevallen zijn. En ze had ook niet al haar tanden meer. Dus ik moest onbewust denken aan, ach ja, ik heb vroeger wel eens van die sprookjes gehoord. Weet je wel, gezien, Hans en Grietje. Ja, daar moest ik gewoon even aan denken. Dat is natuurlijk een heel zondige gedachte, maar ik had hem wel. Maar ik zal jullie laten zien dat het ook ergens een ingeving was. Ik moest daaraan denken. En ik begon voor haar te bidden en ik noem haar nu maar even Truus. En elke keer als ik bad, leek het wel alsof ze er niet meer bij was. Ik zeg niet dat ze heel haar bewustzijn verloor, maar het leek wel alsof ze het niet meer hoorde. En dan moest ik echt roepen, hey Truus, Truus, ben je er nog? Oh ja, ja, ik ben er nog. En dan zei ik, ben je wederom geboren? Ja, ik ben een wederom geboren christen. Oké, zeg ik. Hey, en by the way, want ik vond het zo vreemd. Er was zoveel zalving in de zaal en er gebeurde niks. Na 3 keer bidden nog niet. En ja, ik was op dat moment wat verwend geraakt. Al die mensen kwamen gelijk onder het beslag van de Heilige Geest en de kracht van God. Dus ik snapte niet dat niet gebeurde. En ik zeg tegen haar, joh, hey, ik heb gewoon een vraag. Had je moeder dit nou ook al? Ja, zegt ze, dat had mijn moeder ook. En ik zeg, en je grootmoeder? Ja, die had het ook. En je overgrootmoeder? Die had het ook. En ik weet niet waarom ik het vroeg, want het was compleet naïef. Maar ik zei, en je bed over grootmoeder? Mens heeft denk ik rond 1800 geleefd. Had die het ook? Ja, die had het ook. En ik zei, wat voor stoute dingen was die dan aan het doen? Nou, zegt ze, die was bezig met toverij en hekserij. Aha, dacht ik toen. Vandaar dat ik daaraan moest denken. Dus dan weet u hoe het gaat. Zo eenvoudig, hè? Het wordt in je gedachten gebracht. En ik zeg tegen haar, oké, dan denk ik dat we nu ook gewoon een stukje bevrijdingsgebed moeten gaan doen. En samen met een team hebben we dat gedaan en er kwamen 4 demonen uit. En nou hebben we daar soms hele enge beelden bij, want ja, ik snap het hoor. Er lag vroeger bij ons thuis een boekje op de keukentafel. Demonen eruit in Jezus' naam van dominee W.C. van Dam. Een van mijn voorlopers uit de protestantse kerk die zich er wel mee bezig hield. En ik vond het als kind allemaal heel eng, dat begrijp ik. Maar als we nou toch wat ouder geworden zijn, die demonen kwamen eruit op ons bevel. Omdat wij dat geboden. En het enige wat we zagen was een boerachtig geluid. En een soort kokhalsbeweging. En dat is een van de varianten waardoor het naar buiten kwam. En het was heel interessant, want die demonen hadden een naam. En die 4e noemde zich de geest van artrose. En op het moment dat de geest van artrose haar lichaam verliet, kwam deze vrouw 50 centimeter omhoog. Ter plekke. In een paar seconden. En ze liep als een gewone, normale, oude vrouw licht gebogen de zaal uit. Dat is God. Dat is God. En dan zeggen we halleluja Jezus dat u zulke dingen doet. En dat u dus ook wederom geborene christenen die vrijheid geeft.
En dan maken we het ook niet spannender dan het is. Maar deze dingen maken we mee. Dus als jij het ervaart dat er meer aan de hand is dan alleen maar een kwaal. Dat er meer aan de hand is dan iets psychosomatisch. Maar dat ook het geestelijke erin is. Omdat je moeite hebt met bidden. Omdat je het lastig vindt om worship te zingen. Omdat je het niet fijn vindt om in je Bijbel te lezen. Of omdat je aan God niet eens wil denken. Dan zijn dat signalen waardoor je contact op moet nemen met ons. En dan komen wij jou wel helpen. Want God is een bevrijder. En bevrijding speelt op elke bladzij van de Bijbel. Het volk van Israël werd al bevrijd uit slavernij. En wij worden bevrijd uit slavernij. En niet alleen uit slavernij, we worden ook verlost van ziekten. We worden verlost van kwalen. Niet iedereen geneest. Ik ben er zelf ook elke week bij. Ik zie elke week een wonder en ik wil naar elke dag. Maar ik zie heel vaak dat mensen ook geen genezing krijgen. Niet in ieder geval op de manier waarop ik het hoop. Maar één ding is zeker. Als wij bidden voor de zieken, in de kracht van de Heilige Geest, krijgt iedereen altijd een zegen. We zien dan een extreme groei in de relatie met God. We zien meer liefde. We zien meer overgave. We zien van alles gebeuren wat mooi en goed is. Heelheid in relaties en herstel. Maar nogmaals, ik ben vaak niet tevreden en ik houd aan omdat ik zo graag wil dat Jezus als Heelmeester voorbij komt. En daarom wil ik dat ook vanavond met jullie doen. En dan hebben we nu gewoon geen methode voor. We hebben onszelf en we staan open voor de stem van de Heilige Geest. En samen met Esther en samen met Matthew willen we gewoon woorden uitspreken voor de mensen thuis en de mensen in de zaal. En ik heb nu het getuigenis verteld van iemand die verlost werd van artrose. En niet elke artrose is dus een kwade geest. Dat u dat niet denkt als u thuis zit. Dat was in dit geval zo. En die was meegekomen door de generaties heen. Maar in ieder geval, als God wil genezen, dan is voor hem ook reuma geen probleem. En ook het gezwel niet wat in uw lichaam zit. En ook niet, zeg maar, die ruggenwervels die niet goed op een plek staan. Of het kraakbeen wat weg is. Ik heb het zo vaak gezien dat een knie helemaal hersteld werd en dat God een nieuw kraakbeen gaf. Waardoor alles weer goed roteerde. Dat zijn wonderen van God. Creatieve, scheppende wonderen van God. En ik wil zo graag bidden. En ik weet, want dat heeft ze me verteld. Rebecca, ik weet dat jij nu een dubbele hernia hebt. En dat lijkt me al geweldig. Dus ik vraag je, wil je naar voren komen, zodat we voor jou mogen bidden. En ik wil Esther uitnodigen en Matt om samen met mij deze bediening te doen. Nou Rebecca, ik hoef jou niet te vragen of je wederom geboren christen bent, want dat ben je. Maar je hebt van de week heb je van de dokter dat te horen gekregen. En volgens mij, als ik het me goed herinner, zijn mijn vierde en vijfde ruggenwervel. Ja. En de S1, dat is de eerste of de tweede? De 1 op de S4, S5 en 1 op de S5. Okay. Maar gelukkig weten de Heer het allemaal wel te vinden. Precies. Dus wij gaan bidden. Willen jullie met ons meebidden in de zaal? Willen jullie met ons meebidden thuis? Jezus, dank u wel. Jezus, dank u wel. Dat uw lichaam gebroken is, opdat wij heel worden. Dat uw rug, Heer, helemaal geslagen is, zeg maar, tot bloedens toe. Opdat onze rug hersteld wordt en opgericht. En ik zegen Rebecca, Heer. Ik zegen Rebecca met volledig herstel in de machtige naam van Jezus. In de heerlijke naam van Jezus. Kom, Heilige Geest, met uw kracht. Kom, Heilige Geest, met uw kracht. Pijn verdwijn in de naam van Jezus. En bij jou heb ik ook het gevoel, omdat je ook je leven sinds kort een andere richting op ziet gaan, dat dus ook de vijandelijke machten, zeg maar, jou hiermee willen kwellen en hebben aangeraakt. En daarom gaan we het ook gewoon wegsturen in de naam van Jezus. Dat is dus de gebiedende wijs. Hè? Het wegsturen in de naam van Jezus is dus niet vragende wijs. Dat is omdat we denken dat ook, zeg maar, boze machten hierin een rol hebben gespeeld. Dat is niet altijd zo. Maar nu doe ik dat wel. In de naam van Jezus zeg ik tegen jou, die had gedacht dat hij haar een hernia kon bezorgen en kon treiteren en kon kwellen en uit kon schakelen voor de dienst aan het koninkrijk. Ga in Jezus' naam en laat haar los in Jezus' naam. En de Heer Jezus vraag ik om volledig herstel in de kracht van de Heilige Geest, in de machtige naam van Jezus. Kom, Heilige Geest, op haar rug in Jezus' naam. In Jezus' naam.
In de machtige naam van Jezus. Kom, Heer, in Jezus' naam. En dan interviewen we altijd en dan vragen we gewoon van... kan jij de pijn überhaupt voelen of heb je zoveel pijnstillers in? Dat dat moeilijk is. Precies dat. Te veel pijnstillers. Te veel pijnstillers in. Oké, dus kan je voelen of God aan het werk is in je rug of niet? Ik voelde iets aan mijn linkerkant. Wat voelde je dan? Ja, een beetje een warm gevoel. Oké, gaan we nog even bidden. Dank u, Heilige Geest. Ik bid u om meer kracht, Heer. Meer kracht in de naam van Jezus. Kom, Heilige Geest, genezend in Jezus' naam. Op grond van wat Hij heeft gedaan voor ons, in Jezus' naam. Kom, Heilige Geest, meer Heer. Meer Heer, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Kom, Heilige Geest. Ontspan haar rug, Heer, met de vrede van God. Ontspan haar rug met de vrede van God. Kom met uw vrede. Een zegening van uw vrede. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Een zegening van uw vrede, Heer. Waardoor u alles kunt terugduwen op de plek waar het hoort. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Om te ontvangen wat Hij je wil geven. Omdat Hij zo van je houdt. Omdat Hij zoveel van je houdt. Omdat Hij je bestemming heeft gezien. En omdat je bestemming ook groter zal worden dan ooit tevoren. In Jezus' naam. Als jullie mee willen bidden of ook iets nadenken, doe dat gerust. In Jezus' naam. En geef het maar aan, Rebecca, als je iets voelt of als je iets ervaart. In Jezus' naam. Ja, en we zeggen ook op dit moment dat elke beknelling los zal laten in de naam van Jezus. Elke beknelling, elke zenuw die is afgekneld, Amen. Die zal nu weer terugkeren in de juiste orde Amen. Zoals God hem heeft bedoeld. En dus je bloed zal weer door kunnen doorstromen. Elke doofheid zal nu verdwijnen uit je lichaam. En er zal weer leven komen. En ik bid ook echt dat de levenskracht terug zal keren in je hele lichaam. In je hele gestel, van je hoofd tot je voedsel. En ik geloof, op dit moment is het niet alleen voor jou, Rebecca, maar er is ook iemand die kijkt en met hetzelfde te maken heeft. En ik geloof dat je je hand nu op die plek moet gaan leggen waar je hernia zit. Want ik geloof dat God door jou heen, maar ook tegelijkertijd daar iets aan het doen is, op dezelfde plek. En dank u wel, Vader, voor het wonder wat u aan het doen bent. U doet het opnieuw, Heer. Dank u Amen. Wel, Vader. Amen. Dank u wel, Vader. Amen. Jezus, Jezus. Ik bid ook voor herstel van je rug. Gewoon helemaal herstel. Ik hoor ook echt, er is een fase geweest dat je als het ware geen rugdekking hebt gehad. En dat je in je rug bent aangevallen geworden. En dat de Heer zegt, en ik zelf zal je rugdekking geven. Ik zal je beschermen tegen die Amen. Pijlen die in je rug op je Amen. Af zijn geschoten. En op dit Amen. Moment bidden we ook, Heer, dat u... Elke pijl er ook uittrekt. En dat u die wonden ook gewoon herstelt en geneest. En elke pijn gewoon weghaalt. En op dit moment, alle woorden die over jou zijn uitgesproken, die ontkrachten we ook. In de naam van Jezus. Amen. In Jezus' naam. En we spreken leven uit Amen. Over jouw rug en over jouw gestel. In de naam van Jezus. Kun je toch eens even voorzichtig bukken? Als het niet gaat, gaat het niet. Ja. We hebben een schaal van 0 tot 10. Net ging het helemaal niet. Of doe je dit nu? Maar was dat net ook of niet? Nee, ik denk het niet, man. Je weet niet helemaal zeker. Ik denk het niet, want als ik dat doe, dan verging ik wel van de pijn. Dan verging je van de pijn. Dus dat is dan toch al wel iets. Ja, Oké, Vader, dank u wel. Heer, we bidden u om meer. Heer, op dit moment. Zodat de mensen zien dat we een levende God dienen. Die tot alles in staat is. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus, dat ze beschermd is. Dat u haar inderdaad rugdekking geeft, zoals Esther zei. Maar dat u haar ook helemaal gezond en heel zal maken. In Jezus' machtige naam, op dit moment, Heer. Kom met uw kracht, Heer, nog meer. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Wil je iets doen waarvan je denkt, nou, dat is niet, dat levert geen schade op, maar dat zou ik normaal niet zo snel kunnen? Nou, dat lukt, dat was zeker... Ja? Zou je het nog een keer durven? Ja. Oké. In de naam van Jezus. Ik denk dat dat goed is. In de naam van Jezus. We gaan het even afwachten. Ik weet dat je een heel groot geloof hebt, Rebecca. Dus we gaan gewoon ervan uit dat jij... Dank u wel, Jezus. Dank u. Wacht even. Ik zie ook... Doe je handen zo? De Heer is jouw handen nu aan het voelen. En Amen. Ik zie jou voor de klas staan met een hoop kinderen en studenten. En je bent aan het leren om hoe ze kunnen Gods stem verstaan. En dit is een van de dingen wat jij hebt vandaag de Heer gevraagd.
Heer, hoe kan ik dit toepassen? Hoe kan ik dit doen? En de Heer zegt, ik ga jou wakker maken. En hij gaat je wakker maken in de nacht. En je moet je iets opschrijven of zoiets. Want hij gaat gewoon een nieuwe strategie aan je geven. Want de Heer zegt, mijn dochter, ik heb je geroepen om een nieuwe generatie profeten. Die nu 6, 7, 8 zijn. En jij bent deels van die mensen die gaan ze trainen. Amen. Dus Vader God, dank u dat u deze handen voelt. Vader, met meer, en ik verbreek die logen dat jij het niet kan. Ik verbreek die logen dat dit is voor iemand anders, niet voor mij. Nee, de Heer zegt, ik heb jou geroepen. Ik heb jou zelfs geroepen toen je moeder schoot was om een profeet te zijn. Dus ik zegen jou. Ik zegen jou en ik zegen jouw lippen. Dat jij mag gewoon spreken de woorden van de Heer. En dat levens zullen veranderd worden voor altijd. Dat mensen van de gevangenis vrij zullen zetten. Van depressie, van verdriet en pijn. En dat ze een nieuwe leven door Gods woord door jou heen zullen krijgen. In Jezus' naam. Amen. Hoe mooi is dat? Ik ga even klappen voor de Heer. En voor de profetie. En dat is geweldig om zo samen te werken. Want Rebecca, dan blijft het niet bij genezing, maar dan krijgt ook het profetische woord, dat wordt waar. En wat heerlijk. En ik wil graag ook even bidden voor iemand die echt heel veel gewrichtspijn heeft. Het zijn mensen die pijn hebben in de heup en mensen die pijn hebben in de knie. En misschien heb je één van de twee, dat kan goed zijn. Ik denk zelf dat het aan de rechterkant van je lichaam is. Maar wellicht zijn er meerdere die nu kijken die daar last van hebben. En ik spreek een eenvoudig gebed uit. In de naam van Jezus, word genezen van de gewrichtskwaal waar je nu last van hebt. Heer, ik zeg tegen de pijn dat ze verdwijnt op dit moment, terwijl deze mensen zitten te kijken, in Jezus' machtige naam. Misschien voel je warmte op dit moment, misschien voel je tinteling. Een van die twee, denk ik. Dat is gewoon de werking van de geest. En daarom zegenen we wat u nu op dit moment doet. En we danken u, Heer, voor het getuigenis wat ook gaat komen. In Jezus' naam. En ik wil u ook danken, Heer, dat er een meneer is die van de week al heeft gehoord dat hij in een nachtmerrie of in een hele boze droom, zeg maar, de poorten van het dodenrijk en de hel gezien. En deze man die is zo geschrokken dat hij op zoek is naar hoe moet ik dan, zeg maar, in de hemel komen. En dat is zo eenvoudig dat ik ga ik u uitleggen. Het enige wat u moet doen is op uw knieën gaan en dat gewoon gelijk na deze uitzending doen. En de Heer Jezus vragen om vergeving voor alles wat niet goed is gegaan in uw leven. En hem gewoon vragen om uw verlosser te zijn en uw Heer. En dan te zeggen, in Jezus' naam. Amen. Ik hoorde de naam Miriam en ik denk dat je een jaar of 22 bent. En ik heb het gevoel dat jij een tekort voelt. En dat je voelt dat je niet goed genoeg bent. En dat je niet rond zou komen. En ik wil je gewoon nu zeggen dat de Heer wil tegen jou zeggen, Miriam, ik kijk naar jou uit. En ik heb jouw rug. Ik ben jouw rugdekking. Dus ik bid nu voor Miriam. En ik spreek gewoon leven Amen. Over jou uit. In de Amen. Naam van Jezus. Ik geloof dat er ook iemand is die pijn bij zijn rechteroor heeft. Ik spreek gewoon tot jouw rechteroor. Dat alle pijn, het is hier. Dat dit allemaal verdwijnt nu. En ik neem alle autoriteit tegen elke kanker. In de naam van Jezus. Ik spreek gewoon genezing uit. Tot mensen die nu kijken. En de dokters hebben gezegd dat je kanker hebt. En dat er is geen toekomst of geen hoop meer. Ik verbreek dat in de naam van Jezus. En ik spreek wees genezen in de naam van Jezus. Dat de door zijn striemen zijn wij genezen. En we spreken uit in de autoriteit van Jezus Christus. Amen. Leven over nu over je uit. In de naam van Jezus. Dat wij zullen niet geïntimideerd worden door ziekte. En dat elke geest van ziekte en dood, dat het moet verdwijnen. We spreken dat uit. We spreken ook over mensen die misschien corona lijden. In de naam van Jezus. We spreken tot longen en lichamen. Wees genezen in de naam van Jezus. Amen. Dank je, broeder. Ik moet denken aan mensen die zeg maar zelf of in de psychotherapie zeg maar geven. Dus psychotherapeut of psycholoog zijn. En ik zie ook een pastor. En beide hebben gemeenschappelijk dat ze last hebben van een langdurige depressie. En we gaan van die depressie afscheid nemen vanavond.
Er is geen andere keus dan het gewoon in de handen van Jezus te leggen. En die maakt daar korte metten mee. Vader, in de naam van Jezus bid ik u voor deze geliefde broeder en deze geliefde zuster, Heer. Die juist voor anderen zoveel betekenis hebben. Dat ze op dit moment worden verlost van die depressie. Worden verlost van alle demonen die daarbij horen. In de naam van Jezus. Dat niets hen meer aanklaagt. Dat niets hen meer terneerdrukt. Dat niets hen meer benauwt en de adem beneemt. En daarom spreken we de adem van het leven. Van de vreugde uit over hun leven. Dat de vreugde van de Heer ook letterlijk jullie kracht zal zijn. En dat de depressie zal wijken. En dat je je vannacht al lichter voelt dan voorheen. In Jezus' machtige naam. In Jezus' naam. En als je jezelf aangesproken voelt, app dan gewoon of mail ons. En dan horen we graag hoe het je vergaat. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ja, en ik hoor steeds de naam Angelique. En Angelique, ik hoor het woord verlating. Verlatingsangst. En er is iets getriggerd bij jou van verlating. Er is iemand uit de relatie gestapt. Waardoor je nu in een diep verdriet terecht bent gekomen. Maar weet dat God jou ziet. En dat hij al de hele avond jouw naam aan me heeft gegeven. En heeft gezegd, bid voor Angelique. En Angelique, ik weet niet waar je op dit moment bent. Maar ik geloof dat je op een kruispunt staat. En dat je niet weet wat je moet doen. Ik hoor het woord hopeloosheid. Maar God gaat je hoop geven. En daar waar je niet weet of je naar links of naar rechts moet gaan, zegt God, ik ga een nieuw pad voor je creëren. Zelfs al hebben vrienden je verlaten, ik zal jou nooit verlaten. Zelfs al heeft je vader je verlaten, ik zal je nooit verlaten. En Angelique, we bidden op dit moment voor jou, dat je rust zal vinden bij Vader God. Dat hij je de weg zal wijzen en dat hij een pad naar leven aan jou zal openbaren. Amen. En daarnaast hoorde ik steeds het woord wondvocht. Ik weet niet eens waar dat vandaan komt en hoe. Maar er is hier iemand die kijkt en die heeft last van wondvocht. En ik spreek over jou uit nu op dit moment dat die wond zich zal sluiten. Die wond, ik weet niet eens, hij zit ergens hier misschien. Ik weet het niet precies waar. Maar hij zal niet gaan infecteren. Amen. Hij zal nu gaan sluiten. Amen. En alles wat er niet in thuis hoort, God gaat hem reinigen. Halleluja. Van binnenuit. En hij zal gaan sluiten in de naam van Jezus. Jawel. En ik bid ook dat je volledig zal herstellen. En volledig zal genezen in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Ik geloof dat er iemand is die heel veel pijn in je pols hebt. Ik weet niet of het alleen je rechter of beide, maar het is iets. Het is een soort mousehand of zoiets waar je niet kan werken en doen de dingen wat je wilt doen. Ik geloof dat je misschien ook een instrument speelt en daar wordt het ook moeilijker om mee te doen. En ik spreek nu tot je polsen wees genezen in de naam van Jezus. Ik spreek tot je polsen, ik spreek tot je gewrichten. Wees nu genezen in de naam van Jezus. Als jij pijn in je pols hebt, ga nu bewegen in de naam van Jezus. Polsen, wees genezen. Armen, wees genezen. En ik heb ook, ik hoor iemand die een grote droom hebt. En je hebt dromen die van God zijn aan je gegeven. Maar het lijkt dat dit allemaal gewoon weg is gegaan. Ik spreek gewoon nu. De dromen mogen zich opstaan. In de naam van Jezus, zodat waar de vijand heeft proberen je kansen dicht te timmeren, in de naam van Jezus, sta op. Amen. Net zoals deze lieve profeet heeft vanavond gezegd, dat de Heer zegt, sta op, open deuren. En ik spreek dit niet alleen over individuen, ik spreek dit over mensen die geroepen zijn om in de bediening te zijn, mensen die geroepen zijn om kerken te stichten, om mensen te bereiken, en ze denken, ik kan het niet meer. Ik zeg nu dat de Heilige Geest is aan het blazen over Nederland. Amen. En dat de God zegt, ik blaas mijn geest over Nederland. Ik ben Nederland niet vergeten. En ik zie dat de kerk in Nederland gaat opstaan in de kracht van de Heilige Geest. Want het is niet door macht, nog door geweld, maar door God, de kracht van Gods geest. Amen. Nederland, wees wakker. Amen. Want God houdt van ons. En hij roept ons om op te staan in zijn kracht. En wij zullen zijn als een geestelijke moeder voor velen. En wij zullen ontferming in leven brengen. Dus ik spreek nu tot iedereen die heeft de ervaring dat God ze niet meer kan gebruiken. In de naam van Jezus, de Heilige Geest voelt jou met zijn kracht en zijn leven. Halleluja. Ik zou die mevrouw of die meneer met die pols, zeg maar, met die arm willen adviseren om ook gewoon even te bewegen. Gewoon even te voelen of het al beter gaat. En als je nou denkt, nou de pijn is nog niet helemaal verdwenen. Hè, dat kan je zo wel herinneren wat het net was en wat het dan nu is.
Misschien was het net 10 en is het nu 5. Dan spreken we dat nog één keer uit. Wordt nu helemaal hersteld. Het wordt helemaal nul in de machtige naam van Jezus. Amen. En ik vind het prachtig gewoon dat mijn broer hier gewoon ook vertelt dat de Heilige Geest over Nederland zal blazen. En misschien hebben we zelfs gedacht in 2020 had het moeten komen. Want al die profeten hebben dat voorspeld. En wat hebben we gekregen? Een coronacrisis en een lockdown. Waar is dat dan? En toch denk ik, er wordt heel veel gedroomd en gesproken, dat er een doorbraak zal komen. Omdat de grip van de duisternis niet voor altijd zal zijn. De Satan heeft nooit eerder in de wereldgeschiedenis zo'n grip gehad op de wereldbevolking als in deze tijd. Ook al weet ik dat God het kwade ten goede keert en kansen geeft voor families en kleine groepen. En daarom geloof ik absoluut dat december en januari cruciaal gaan worden voor deze wereld. Niet alleen vanwege de verkiezingen die er in Amerika plaatsvinden, maar omdat de Heilige Geest soeverein op verschillende plaatsen zijn geest zal uitstorten en we het vuur letterlijk zeg maar op gebouwen gaan zien, zoals we dat ooit bij de Pinksteropwekking hebben gezien. En er is vandaag iemand geweest die droomde zelfs dat het vuur op het parlement zeg maar kwam. En het vuur kwam op het Koerhuis, waar ook recent veel is gebeden. En we geven deze profetie door. En we geloven, Heer, dat u dit land niet bent vergeten. En dat u ons zal gebruiken als een poort. Een poort, zeg maar, naar het achterland van Europa. Om de kracht van de Heilige Geest en de wonderen en de tekenen overal te zien opbloeien. En ik denk aan een jonge dame. En ze woont in Budapest. En ze heeft ook blijkbaar relaties in Nederland. En er is een opwekking gaande onder studenten. En jij bent iemand die tot nu toe een beetje in de schaduw heeft gestaan. Maar ik zie je staan. Ik zie je staan op een groot plein met een enorme marmeren fontein. En je staat op de rand van de fontein. En je verkondigt het evangelie. En in het begin lijkt het wel alsof de mensen niet durven dichterbij te komen. Maar gaandeweg wordt het een dansende menigte. En dat is de belofte. Je weet dat je dit eerder hebt gedroomd of gehoord. Een profetisch woord of een droom. Maar dit gaat God met jouw leven doen. En dat zal gebeuren in Budapest in Jezus' machtige naam. Ja, het enige wat ik wil zeggen. Herman, God komt niet te laat. Hij ziet jou, hij weet waar je doorheen gaat en hij komt op tijd. Vertrouw hem, hou vol, hij is er bijna. En tegelijkertijd, terwijl ik hieraan dacht, hoorde ik ook, er is hier iemand die net met een miskraam te maken heeft gehad. En die het verdriet van het verlies gewoon kent. En Vader, ik spreek op dit moment leven uit. Leven uit. Dat een nieuw leven zal ontstaan in jouw moederschoot. En dat je leven tevoorschijn zal brengen. En ik zat daar op de stoel en ik moest de hele tijd denken aan, er zitten mensen te kijken die een geel shirt of een blouse of een gele trui aan hebben. En ik zie er ook iemand voor me zitten nu ik het uitspreek. Maar ik geloof dat God iets heel specifieks tegen jullie wil zeggen. Dat hij wil zeggen, je bent door het vuur heen gegaan. Je bent gelouterd en ik zal je hier uit de voorschijn halen als goud. Halleluja. Als blinkend goud. En het enige wat er is gebeurd in het vuur is dat de boeien zijn afgeteerd. En in het vuur, te midden van die vuurproef, heeft hij zijn engelen gestuurd. Amen. En daar is er een ommekering geweest. Halleluja. En Vader, ik bid voor al deze helden. Halleluja. Want jullie zijn helden. Jullie zijn helden in het geel. Je bent een held en je hebt niet voor niets geel aangetrokken. Je bent een held. Je bent er doorheen gegaan. En je zult uitgeleid worden in voorspoed en in overwinning. En Vader, we bidden over deze helden uit. Heer, dat ze de overwinning met eigen ogen zullen zien. Heer, dank u wel, Heer, dat ze niet hebben opgegeven. Want ze zijn doorgegaan, ook toen het moeilijk was. En dank u wel, Vader, dat de vlam hun niet zal verteren en het vuur hun niet zal verbranden. Alleluia. Maar ze zijn door vuur en water gegaan en u gaat ze uitvoeren in overvloed. Amen. Er is een jongen die nu aan het kijken is en jij hebt een blessure in je rechter enkel of je rechtervoet. In de naam van Jezus, enkel voet, wees genezen. In de naam van Jezus. Deze lieve mannetje hier met de blauwe shirt, mag ik je een woord geven? Ja? De Heer zegt, ik heb opdrachten voor jou in Roemenië. En ik zie je echt in Oost-Europa gaan. Samen met andere mensen en andere teams. En dit is ook een woord voor andere mensen. Maar dit is ook met name voor u. Dat God heeft opdrachten voor u. Om arme mensen te zien. Dat ze tot bloei en leven zullen komen. En wat ik hoor hem zeggen is. Jij hebt dingen niet alleen te geven. Maar om te leren. Daar in die plekken. En wat ik zie meteen. Ik hoor de woord vader. Dat u mag een geestelijke vader zijn voor andere mensen. Amen. En er zijn
zijn momenten in uw leven waarin u misschien dacht, nou, ik zie niet heel veel vrucht of ik zie niet de resultaten. Maar de Heer zegt, omdat jij bent trouw geweest in de geheime plek met mij, omdat jij hebt gezocht, moet ik denken aan die vrouw die ging naar de Heer en zeggen, naar de rechter en ging gewoon blijven doordringen. De Heer zegt, omdat jij hebt blijven, omdat jij door hebt gegaan, heb ik beloningen niet alleen voor jou, maar ook voor de kinderen en de mensen, de jongen die gaat komen. Ik zegen u en ik zie in uw rechterhand echt goud van de Heer. Dat de Heer gaat u helpen. Halleluja. Om middelen en voorspoed te brengen bij mensen die geen kansen hebben. Ik zegen u. En terwijl ik dat zeg, ik spreek dat ook gewoon over ons land. Dat Nederland God zegent ons omdat wij een vrijgevig land zijn. En dat wij de weduwe en de wezen helpen in Jezus' naam. Heer Geest, dank u wel dat er iemand kijkt die het er moeilijk mee heeft dat ze eigenlijk nog geen kindje heeft gekregen. En nou is het altijd zo dat ik daar heel pastoraal in ben op het moment dat we daarover spreken. Maar ik heb toch het gevoel dat ik tegen jou dit moet zeggen. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. En haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ik denk dat dit een woord voor jou is. En als je het verhaal leest van Elisabeth, dan weet je dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar dat God haar een kind gaf. En dat het een getuigenis was voor de buren en de verwanten. En zo bidden we dat de Heer voor jou de baarmoeder ontsluit. Hij die El Ruhama is en jou met baarmoederlijke liefde heeft lief gehad. Dat hij jouw baarmoeder opent en dat je een kind zult baren. En dat dit kind aan de Heer gewijd zal zijn. Van jongs af aan vervuld zal zijn met de vreugde en de Heilige Geest. Al in de baarmoeder. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ja, en er is een echtpaar in Eindhoven die nu zit te kijken. En je hebt het gevoel dat eigenlijk zou je het liefst daar weg willen. Maar God heeft je daar neergezet. Hij heeft je daar geplant. En ik heb de indruk dat je uit een seizoen komt van kaalvreterij. Dat je gevoel hebt, alles wordt afgebroken wat we ooit hebben opgebouwd. En het lijkt hier te stoppen. Maar dat God zegt, nee, het stopt hier niet. Ik zie jullie op een knop drukken en er staat op enter. Dus hij gaat het omkeren. En hij gaat alles teruggeven. Alles wat geroofd is, wat onrechtmatig van jullie is afgenomen, dat zal weer in je bezit komen. Dus geef niet op, maar blijf vertrouwen. En je bent op de juiste plek waar je moet zijn. Deze lieve dame met de groene shirt, mag ik een woord aan u geven? Ik zie een housekeeping. Ik zie andere vrouwen die samenkomen om koffie te drinken en te delen. U heeft een gave van wijsheid en ook een gave van luisteren. U luistert naar de vrouwen, ze vertellen u de problemen. Maar u heeft echt ook een gave van genezing. En dit komt omdat, zoals het staat in Korintiërs, er staat, met de troost dat God heeft aan u gegeven, geeft u aan anderen. En ik zie u echt met een hele grote moederlijke hart. En ik zie ook met uw gebedslijst naast uw bed, dat u bidt voor kinderen en voor andere mensen. En soms heeft de vijand tegen jou gezegd, waarom doe je dit? Je moet eigenlijk stoppen. Ik verbreek dat in de naam van Jezus. En ik zeg, ga zo door. Want er zullen mensen bij uw kokentafel tot geloof komen. Er zullen Jezus, mensen in uw huiskamer. En ik zegen u daarin. Want u bent iemand die heel trouw is. En er zijn mensen die kijken naar u. En zelfs in de komende 6 maanden, mensen die hebben gezegd, God bestaat niet, ik wil niks met hem hebben, zullen met u bidden. Omdat God zal wonderen door uw gebeden doen. Ik zegen u. En meteen ga ik dat gewoon pakken. Ik profiteer ook over ons land. Dat in niet alleen haar koken, maar bij heel veel kokens en heel veel huiskamers. Dat mensen zullen echte gesprekken hebben. Waarin God aanwezigheid zullen zijn. En dat er doorbraak zal zijn in het levens van velen. In Jezus' naam. We gaan naar een afsluiting. Maar ik wil heel graag nog... Je hebt daar zo'n mooi woord gehad. En samen met jou wil ik ook de kijkers thuis en de mensen in de zaal ook gewoon de gave van genezing mededelen. Dat doe ik wel eens vaker op bijeenkomsten. En soms ervaren mensen dan helemaal niks. En soms voelen ze hun rechterhand gloeien of prikkelen. En als dat zo is in de zaal, mag je hem opsteken. En als u het thuis doet, is het ook goed. Maar in ieder geval, ik wil graag, als u er naar verlangt om voor de zieken te bidden, waar we vanavond over spraken.
Als u ernaar verlangt om de handen op te leggen op mensen die door ziekte gekwetst en gehavend zijn, om ze te zien genezen. Nou, open uw handen dan maar. En als u het ervaart in de zaal, steek dan die hand maar op. En op dit moment, in de machtige naam en op het gezag van Christus en de autoriteit die hij ons heeft gegeven, deel ik mee, net als Paulus dat ooit ook al deed, de gave van genezing die de Heilige Geest ons geeft op grond van het volbrachte werk van Jezus alleen. De gave van genezing. En als je dat ervaart, steek dan even je hand op in Jezus' machtige naam. In Jezus' naam. En die gave deel ik sowieso aan jou mee in Jezus' naam, omdat het profetisch woord waarachtig is. En het zal tot aanzijn worden geroepen in Jezus' naam. En ik dank u, Heer, niet alleen voor mijn broeder en zuster die vanavond zo fantastisch hebben meegewerkt, maar voor een ieder die kijkt en voor een ieder die hier is. Heer, wij zijn uw verloste zonen en dochters. En wij mogen terug veroveren wat is ontstolen. En Vader, ik bid u dat ze de moed zullen hebben van een Gideon, Heer, of van een Joshua. Dat ze het geloofsperspectief hebben zullen van een Mozes, Heer, die voor de Rode Zee stond. En ik vraag u, Vader, dat u uw kerk in lichte laaien zet en mobiliseert om een nieuwe tijd in te gaan, waarin vruchten van gerechtigheid Gods eer tot sieraad zijn. Waarin kracht en genezing en bevrijding de normaalste zaak van de wereld is. Waarin in scholen God wordt gevreesd en de kinderen, zeg maar, door de Bijbel heen worden geloodst. Ik bid u voor een tijd, Heer, waarin abortus niet meer acceptabel is. Ik bid u voor een tijd, Heer, waarin we de naam van God niet meer ijdel gebruiken, maar op onze lippen nemen om de ander in het koninkrijk te brengen. Ik bid u om een herleving van het volk van Nederland, het van oud zo christelijke landje, om een nieuwe reformatie. In Jezus' heerlijke naam. Amen. Oh, en Hans, ik heb nog één woord. Ik hoor een vrouw op dit moment roepen: Heer, hoort u mij wel? Ze is in een scheiding terechtgekomen. Haar man heeft aangegeven: ik wil bij je weg. En ze roept echt: Heer, geef me een teken dat u me hebt gehoord. De Heer heeft jou gehoord. Hij heeft je gehoord. En ik bid Halleluja. Nu op dit moment dat er een knop om zal gaan in het hoofd van je man, in de naam van Jezus. En dat hij naar je terug zal keren. En dat God elke verbinding, elke verbroken verbinding gaat herstellen. En ook tussen vaders en zonen in de naam van Jezus. Daar waar er verbroken verbindingen zijn, hij gaat ze herstellen. En ook iemand die pijn in je nek hebt, het is aan de rechterkant en het gaat hier naar de schouder. In de naam van Jezus, schouderpijn verdwijnt. Ja, nek, wees genezen. Elke geest van ziekte verdwijnt nu, want dit komt door je zorgen die je zoveel maakt. In de naam van Jezus, nekpijn verdwijnt. Schouder, nek, alle pijn. Ga nu weg, wees genezen in Jezus' naam. Halleluja. En ik sluit nu af met Psalm 103. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn grote weldaden. Hij die u alle zonden vergeeft. Hij die al uw kwalen en ziekten geneest. Die u kroont met trouw en met liefde en die uw leven redt van de groeven of het graf. Die u overlaat met schoonheid en geluk en die uw jeugd vernielt als van een arend. Liefdevol, genadig is de Heer. Liefdevol, genadig is de Heer en geduldig en groot is zijn trouw. En niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn boosheid. Hij straft ons niet naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Zo is God. Prijs de Heer, hemelse machten, engelen, dienaren die zijn wil doen en die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, zijn schepselen, prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Amen. Bedankt voor het kijken. Ben je nou geraakt en wil je een getuigenis achterlaten of wil je gebed? Dan kun je naar de website van het Evangelisch Werkverband ewv.nl.